Hun naam is redelijk onbekend, maar hun product is dat zeker niet. In Veenendaal staat een fabriek voor 45 kilometer voertuigen. Waaienberg bouwt daar Kanta's voor minder valide in heel Nederland. Dat doen ze al bijna 40 jaar. Waaienberg maakt ongeveer 150 voertuigen per jaar. Hun omzet is jaarlijks 6 miljoen euro. Bij het bedrijf werken 32 werknemers. De onderneming heeft vestigingen op 3 locaties. De fabriek staat in Veenendaal en in Amsterdam en Den Haag zijn showrooms. Kom binnen, kom kijken bij de tweede autofabriek van Nederland. Waaienberg Mobiliteit is ooit begonnen als fietsenmaker. Daarna als importeur van Reliant, de driewielauto's. Vrij snel daarna is Dick Waaienberg begonnen met de productie van de Arola's. De eerste gehandicapte voertuigen in Nederland. En daarna de Kanta, natuurlijk de opvolger van de Arola. En dan sinds oktober dit jaar de opvolger van, van de Kanta, de Kanta 2. Waaienberg haalt uit het buitenland onderdelen voor de Kanta's. Maar ze worden in Nederland in elkaar gezet. De klant plaatst een order in de showroom. Een ontwerpteam bekijkt de wensen van de klant. Dan wordt de auto in de werkplaats in elkaar gezet. Dat gebeurt allemaal met de hand. Ja, Waaienberg Mobiliteit. Het is, als je kijkt denk ik, naar de productenlijn, vrij traditioneel. Maar er is natuurlijk toch veel meer aandacht gekomen voor mobiliteit, met name in stedelijke gebieden. En daarmee ook de vraag naar dit soort 45 kilometer brommobielen. Mm-hmm. Je ziet dat niet alleen maar ouderen, maar ook steeds meer jongeren gebruik maken van dit soort mobiliteitsoplossingen. De bedoeling is natuurlijk dat het gehandicapte voertuig bestuurd wordt door mensen die hem nodig hebben. Kijk, dat af en toe eens een keer een zoon of dochter in de kanten rijdt van zijn vader of moeder, omdat hij ook een boodschapje moet doen. Ja, dat begrijp ik ook. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat mensen in de kanten gaan rijden die hem niet nodig hebben. Want daar is het voertuig niet voor ontwikkeld en daar is de wetgeving ook niet voor bedoeld. Ik denk zeker dat het de valkuil is als ze te lang blijven met de huidige producten die ze hebben. Vaak niet elektronisch aangedreven nog. Je ziet echt een sterke drang op dat gebied. En ook een vraag, ook niet maar vanuit consumenten, maar ook vanuit de politiek. Nee, we hebben eigenlijk altijd wel elektrovoertuigen gebouwd. Maar er was eigenlijk vanuit de markt geen vraag naar. Omdat elektrisch natuurlijk ook wel buiten een aantal voordelen van geluid en milieu ook een aantal nadelen meebrengt. Maar op dit moment hebben wij specifiek wel de ontwikkeling ook toegepast op het elektrische voertuig, omdat er vanuit de markt meer vraag komt. Ja, de groei gaat komen aan wie kopen hem vooral? Dat zijn met name de senioren, want oud worden komt met gebreken. Nou ja, we weten allemaal dat er een vergrijzing eraan komt. Dus de groei in de aankomende jaren komt ook uit de vergrijzing. Want ja, in 2020 is de grote babyboomers worden 75. En dan gaat voor ons het grote feest beginnen. Ze zijn populair in Nederland. Dan zou je zeggen de volgende stap is naar het buitenland gaan. Dat zouden wij graag willen. Maar helaas is de regelgeving van de Kanta toegespitst op Nederland. En niet voor het buitenland. Dus zoals de Kanta 45 km per uur mag rijden in Nederland, geldt dat ook alleen voor Nederland. En in Duitsland en Oostenrijk mag die in principe ook rondrijden. Maar dan geldt het alleen maar tot 20 km per uur. Dus dat is eigenlijk niet aantrekkelijk.